Nou, dit huis ten eerste van, het is een heel helder zwart blokje op pootjes als het ware. Het heeft een beetje te maken met de privacy. En omdat hij aan twee kanten een straat heeft en qua privacy heb ik gewoon gezegd, ik til de woning op. Ook het is de beëindiging van een straat, dus ik zet hem wat hoger, dus dat je de hoeken accentueert. Ben ik een heel traphuis aan het maken, op maat. En ja, traphuis is vaak heel belangrijk en wij stellen heel vaak de traphuis centraal. Wij staan nu op de begane grond. Daarboven de begane grond is de woonkamer, daarboven is de keuken. En om het contact te blijven behouden tussen beide ruimtes, hebben we eigenlijk een heel open traphuis ben ik nou met Robert aan het maken. En van de onderkant vreet zich het traphuis als het ware zich in het volume. En het eindigt boven op het dakterras. Deze woning is, er staat een heel klein kavel, heeft eigenlijk geen tuin, maar een hele mooie daktuin waarin je over alle nokken en naar alle mooie klokkentorens van Enschede kijkt. En het traphuis staat heel centraal in deze woning. En daar wordt echt vormgegeven als een meubelstuk. Aan die traphuis zijn alle ruimtes gekoppeld. Ik sta nu bijvoorbeeld op een bordesje wat de woonkamer in gaat prikken. Als een soort preekstoel. En dit wordt de media werkplek waar ik mijn computer neerzet en lekker kan internetten. En het traphuis proberen we heel open vorm te geven. Je hebt een hele mooie transparantie. Hierboven is de leefkeuken en beneden is de woonkamer. En ik vond het heel belangrijk dat die ruimtes met elkaar in contact staan, waardoor je een hele mooie ruimtelijkheid krijgt. En dat is ook de reden van dat het traphuis is opgebouwd uit vierkante latten, waar traptredens tussen zweven als het ware. En uiteindelijk geeft dat een heel mooi effect. Ook omdat van alle kanten komt het daglicht binnen. En dan krijgen ze een hele mooie schaduwwerking op alle wanden en gevels. Want de wanden aan de binnenkant worden gewoon wit en dan heb je een heel mooie hardhoutsoort, wat een heel mooi contrast maakt. Stel, we maken die ene regel er zo in, kunnen we later nog die staan in het werktafel leiden of niet? Ja, als bureau maken wij ook heel veel maquettes en hier zijn we eigenlijk bezig om een maquetteschaal 1-op-1 te maken.